Donderdag 7 juli vond voor de 8e keer het IBIS golftoernooi plaats op golfbaan de Gulbergen. Een golftoernooi voor een goed doel. IBIS, het goede doel, staat voor Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg. Dit instituut steunt sinds 1989 projecten voor mensen van alle leeftijden die dagelijks moeten knokken om te overleven in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Op 5, dat is daar achter, weet je wel, bij het gastfabriekje. En we hebben een longless drive op 9, dat is hiervoor. Mede-organisator Dick de Groot verricht de opening van het golftoernooi. Eerst gaan douchen en verkleden, maar liever eerst even de scorekaart afmaken en bij mij inleveren. Dick, jij bent mede-organisator van het golftoernooi met als doel IBIS, een Braziliaanse organisatie die zorgt voor innovatie van sociale gezondheidszorg, met name rond Rio de Janeiro. Hoe zijn jullie op dit goede doel uitgekomen? Ja, dat is heel toevallig. Wij leerden iemand kennen die vroeger voetbalde in de Valk in Valkenswaard. En die woont in Rio, maar die is ook vaak toch wel in Nederland. Zei, waarom komen jullie met de veteranen niet eens een keer voetballen in Rio? En dat hebben we dus gedaan. Toen hebben we het Maracanã-stadion gevoetbald. Het was ontzettend gezellig. Maar daar ontmoetten wij ook een Nanko van Buren. Nanko van Buren is een Groninger die daar neergestreken is met zijn vrouw. En die heel veel goed werk doet voor kinderen in de favela's. En dat is eigenlijk de reden, toen wij weer terugkwamen, om te zeggen wij moeten dat initiatief van hem steunen. En vandaar een golftoernooi wat wij organiseren en wat ik dan samen doe met Fons Linders en René Luining. Okay. De favelas zijn de sloppenwijken in Rio de Janeiro. Hè? Wat doet IBIS daar voor werk? IBIS werkt daar dus heel sociaal. Een voorbeeld te noemen. Er is heel veel drugshandel in die favelas en alle jonge kinderen en vooral jonge jongens die worden eigenlijk gedwongen in die drugshandel te gaan werken. Hij probeert ze daaruit te halen, onder andere met dit voorbeeld. Nanko van Buren creëert daar voetbalschooltjes. En je mag alleen maar op dat voetbalschooltje komen als je ook naar school gaat. Nou, daarnaast geeft hij aidsvoorlichting. Hij sticht apotheekjes voor de mensen daar, dat ze de eerste behoefte aan medicijnen kunnen krijgen. Dus op dat hele gebied doet hij heel veel dingen daar. Oké, okay. En het is heel uniek dat jij dus destijds met de voetbalclub die sloppenwijken gezien hebt. Nou, dat is het ook, maar je komt er alleen niet in. Als jij er zo gewoon naartoe zou gaan, dan zeggen ze, ja meneer, we hebben u niet nodig. Maar hij mag in die sloppenwijken komen. Heeft ook geen angst dat hij vermoord zou kunnen worden, dat gebeurt ook niet. En hij heeft dus ons meegenomen daar naartoe. Dus we hebben met eigen ogen gezien hoe dat allemaal loopt daar. En ook hoe die voorlichting gebeurt daar. Het is al de 8e keer dat jullie dit golftoernooi organiseren. Komen steeds dezelfde mensen of zie je ook wel anderen verschijnen? Nou, we zien ook andere verschijnen. We zien ook veel dezelfde. Vaak is het een flight captain, dat is degene die het organiseert. Een flight organiseert van 4 mensen. Dat is wel dezelfde, maar die neemt toch wel steeds andere mensen mee. Hij leidt ons vervolgens rond op de golfbaan. Jij doet mee aan het golftoernooi van de IBIS voor de sloppenwijken in Rio de Janeiro. Ja. Waarom doe jij mee? Ja, voor het goede doel natuurlijk. Hè. Onze jeugd heeft het gewoon hartstikke goed. En daar krijgen ze nu ook een kans, mede door de sponsoren, voor dit goede doel. Ja. Jij hebt al een keer eerder meegedaan? Ja, we hebben al een keer eerder meegedaan. Je koopt dan een flight, zal ik maar zeggen. En dan kun je gasten uitnodigen en dan speel je met 4 voor het goede doel.
André, mag ik je even vragen waarom dat jij deelneemt aan dit toernooi? Ja, natuurlijk. Het initiatief is genomen al een aantal jaar geleden door mijn goede vrienden Dick en Fons en René. En als je het nuttige met het aangename kunt verenigen. Dus een goed doel, hè? De mensen in de favelas in Rio de Janeiro. En een lekkere dag samen met je vrienden. Met straks nog een hapje en een drankje en een goed drankje. Dan is het toch uiterst aangenaam. Ik begrijp dus dat het niet de eerste keer is dat je meedoet. Ik heb het gevoel dat ik al vanaf de eerste, ik denk dat het nou het Lustrum is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Achtste keer, doe ik 8 keer mee. Okay. Maar ik hoop ook nog 18 keer mee te kunnen, maar dan moet ik wel een invalide karretje hebben.